Prinsjesdag 2023. In de troonrede was er veel aandacht voor de acute noden van vandaag de dag. En dat is logisch. Maar we moeten aandacht blijven houden voor de uitdagingen van de toekomst, voor de lange termijn. Want daarvoor zijn ook nu acties nodig. Denk aan dijkveiligheid. Want als we in laaggelegen Nederland willen blijven wonen, werken en recreëren, dan moeten we blijvend misschien wel meer investeren in die dijkveiligheid. Maar dat is die van waterkwaliteit. De waterschappen zuiveren al het rioolwater in Nederland. Daarvoor investeren we ruim 600 miljoen per jaar. Maar dat is nooit genoeg als we ergens anders rotzooi blijven dumpen in het water. Daarvoor moeten we die problemen bij de bron aanpakken. Want wat niet inkomt, hoeft er ook niet uit. En als laatste kan water een verbinding zijn tussen schijnbare tegenstellingen als landbouw en natuur. Met relatief eenvoudige maatregelen kunnen we die balans herstellen in het landelijk gebied. Wij noemen dat de waterknop. En denk daarbij aan beekherstel. Denk daarbij aan flexibel peilbeheer. Denk daarbij aan extra stuw en andere maatregelen. Het zijn maatregelen waar iedereen aan kan bijdragen en iedereen van kan profiteren. Op die manier, vanuit onze gebiedskennis en onze uitvoeringskracht, bieden we de helpende hand aan zowel het huidige demissionaire kabinet als aan het nieuwe kabinet.